Goedenavond en welkom bij de eerste aflevering van dit seizoen van 1 op maandag. Met vanavond doden aangetroffen in woning Drouwen, inbraak bij Star en Stadskanaal en Jumbo terug in de tijd. De politie heeft zondagmiddag een overleden persoon aangetroffen in een woning aan de Gasseltestraat in Drouwen. Dat geeft de politie aan op X, voorheen Twitter. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of het gaat om een man of een vrouw. De politie doet verder onderzoek. In de nacht van donderdag op vrijdag is er bij Museum Spoorlijn Star in Stadskanaal ingebroken. Volgens het museum is er veel gestolen en vernield. De politie is meteen een grondig onderzoek gestart. Woon je in de buurt en heb je iets bijzonders gehoord of gezien? Of heb je misschien nuttige camerabeelden? Zie je binnenkort een stapel gereedschap op Marktplaats of ergens anders aangeboden worden, roet zwart of met een gifgroene stip? Neem dan contact op met Star of met de politie. Op dinsdagmiddag 29 augustus rond 5 uur vond er een verkeersongeval plaats op de N33 ter hoogte van de uitvoegstrook richting Veendam. Een van de betrokken voertuigen raakte na de aanrijding de vangrail en werd gelanceerd, waardoor het op zijn kop tot stilstand kwam. De politie is nu op zoek naar getuigen. Als u dashcambeelden heeft of het ongeval heeft zien gebeuren, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900 8844. In Musselkanaal heeft de protestantse gemeente onlangs een opvallende verandering ondergaan met de komst van bijzondere kerkklokken. In plaats van de traditionele gegoten klokken zijn er nu luidsprekers die het geluid van kerkklokken produceren. Hiermee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Zaterdag was er in het centrum van Veendam en Stadskanaal weer veel te doen. Het centrum van Veendam werd gevuld met de vrolijke klanken van maar liefst 6 draaiorgels. In Stadskanaal was weer de jaarlijkse kinderkleedjesmarkt. Veel kinderen verkochten hun overtollige kleding en speelgoed om zo een extra zakcentje te hebben. Jongeren uit Nieuw-Buinen maken inwoners van de Vijverlaan en Parklaan het leven zuur. De overlast duurt al 2 maanden. Er lijkt geen andere plek te zijn voor de ongeveer 15 tieners. Ook in het centrum van Stadskanaal is veel overlast van jeugd. Hierover heeft de SP vragen gesteld aan de gemeenteraad van Stadskanaal. Hoe zag het er 100 jaar geleden uit in Stadskanaal? Vanaf vandaag kun je dat zien in het boek Historisch Stadskanaal. Het boek zit vol met fotoplaatjes die te sparen zijn bij de Jumbo in Stadskanaal. Hoe zag Stadskanaal er pakweg 100 jaar geleden uit? Vanaf maandag kunnen de herinneringen opgehaald worden met het boek Historisch Stadskanaal. De verschillende fotoplaatjes voor dat boek zijn dan bij de Jumbo te sparen. Vrijdagochtend kreeg wethouder Goedhart Borgesius het eerste exemplaar. Even doorgebladerd snel, maar dat gaat helemaal terug ook in naar de periode dat hier nog veen werd afgegraven. Dus dan praat je over begin 1900, de Jorden van Grote. En zo langzamerhand worden de foto's wat geactualiseerd. Is aandacht ook voor de bedrijvigheid in deze gemeente. Ja. Dus er staan enorm veel foto's in die refereren naar het ontstaan van met name ook deze gemeente. Voor het boek is er samengewerkt met het Streekhistorisch Centrum. Die hebben heel veel werk hieraan gehad. We zijn er bijna een half jaar mee bezig geweest om dit album bij elkaar te krijgen. En al die foto's te verzamelen. Hoogtepunt voor Sloot is de ontwikkeling van de Beneluxlaan door de jaren heen. Hoogtepunt is toch wel dat ik weer terugkijk naar hoe de Beneluxlaan, waar ik nu zit met de winkel, ooit was. Stiekem wist ik dat natuurlijk al wel een beetje. Want bij de laatste verbouwing van de winkel hebben wij ook al gebruik gemaakt van foto's van het Streekhistorisch Centrum rondom ons pand. Maar het is toch wel heel leuk om te zien hoe het vroeger ooit was en wat er nu van is geworden. Na het boek even snel doorgebladerd te hebben, ziet Borgesius iets opvallends. Misschien wel heel opvallend is in de Beneluxlaan met het Gardostation. Nou, en daaronder, aan die Beneluxlaan, staat een groot warenhuis die inmiddels ook alweer ietsje terugverplaatst is naar het centrum. En dat zijn denk ik wel opvallende dingen. En natuurlijk mag ook Krinkie Speyer niet ontbreken. Die was in eerste instantie vergeten in het boek. Ik zei, het boek kan niet klaar zonder Krinkie Speyer. Dat vind ik heel erg mooi. En de Watertoren natuurlijk, hartstikke mooi markant gebouw. En Philips, ik vond dat wel heel mooi om dat te lezen. Hoe groot dat hier toch is geweest in Stadskanaal. En dat was natuurlijk allemaal voor mijn tijd.
Jasper Wever, finalist van The Voice of Holland in 2021, heeft een nieuwe single uitgebracht. Dit keer met beste vriend Boy Scholte Albers. Het nummer heet Laat Me Nooit Alleen en klinkt zo. Ik hoor bij jou, ja ik hoor bij jou. Er is niemand die me zo weet te sturen, niemand die ik zo vertrouw. Voor mij mag dit een leven lang duren, want ik kan niet zonder jou. Er is niemand die me zo weet te raken, ook al heb je niet dat idee. Ik heb je nodig, laat me nooit alleen. De gehele single is ook te beluisteren op onze website rtv1.nl. Wat begon tijdens een corona-lockdown met een illegaal feestje, is in de afgelopen jaren uitgemond in een legaal tentfeest. Onder het motto Kinheid bestoort nooit hebben twee twintigers uit Alteveer opnieuw de organisatie in handen van een tentfeest dat moet aanvoelen als een buurtfeest. Afgelopen weekend vond de tweede editie van Grandioos Alteveer plaats. De verwachtingen waren hoog na de eerste editie vorig jaar. Ja, de eerste editie ging grandioos, om het zo maar te zeggen. Het was uitverkocht zaterdagavond. En ja, dat smaakt naar meer. Ja, dat is gewoon... We hadden ook niet de intentie om dat op één keer te houden, zeg maar. Je wil steeds meer en steeds beter. Steeds weer wat anders aanbieden. Hè, waardoor als mensen binnenstappen, dat ze gewoon weer een beetje het allereerste wow-effect hebben. Het allereerste feest, dat moeten we houden. Mensen lopen binnen en gelijk rond. En alle tekst heb je wel gezien. En die zijn ook ieder jaar weer nieuw. Hè? Er hangen weer andere teksten als vorig jaar. Dus mensen gaan het allemaal weer lezen. En... Die teksten staan over het hele terrein. En ook nog door het hele dorp. Maar dat hebben ze niet allemaal zelf bedacht. Dat is eigenlijk een beetje... gewoon uit een ander feest voortgekomen, denk ik. We hebben het gezien, we hebben het opgepakt. En we vinden het gewoon veel te leuk om het niet te doen. Het brengt zoveel met zich mee. Iedereen praat erover. Iedereen die heeft het erover. En wij zelf vinden het ook gewoon geweldig om te maken, zeg maar, en te verzinnen. Dus ja, dat brengt eigenlijk alleen maar goede dingen. De line-up voor het jonge feest is groots. Onder andere René Karst, Gladjokkers en Beurdy kwamen naar het kleine dorp in Groningen. Maar dat was niet gemakkelijk. Het is wel, we hebben dit jaar, zijn we wel vroeg begonnen met artiesten boeken. Maar het was toch wel een lastige kwestie, want... Het zit eigenlijk allemaal al vol. Iedereen die is feest aan het organiseren hier in de buurt, zeg maar, of in heel Nederland. En voor ons, ja, het was wel lastig, maar het is uiteindelijk gelukt. De organisatie is erg duidelijk over wanneer het evenement geslaagd is. Nou, eigenlijk, ik vind als iedereen naar huis gaat en zegt van, nou, het was weer zo'n sfeer, het voelt alsof we op buurtfeest zijn. Ja. Een tuin. Ja. Ja. Grote, hele grote tuin. Hele grote tuin. Ja, als je erin kan zitten. Dat is gewoon geweldig. Ja. En volgend jaar weer? Als het allemaal verloopt zoals wij hopen dat het verloopt, dan wel, ja. Toch? Ja, wordt ook wel een beetje van het zomaar. Denk ik ook wel, ja. Ja, ja. Afgelopen weekend was het laatste weekend van de zomervakantie. Dat houdt in dat het zwemseizoen voor openluchtzwembad De Horsten in Musselkanaal er bijna op zit. Door middel van een feestelijk weekend wilde het zwembad bezoekers bedanken voor hun komst naar het Musselkanaalse zwembad. Met het afsluitende weekend kijkt het zwembad tevreden terug op het seizoen, waarin ze ruim 15.000 bezoekers mochten verwelkomen. Basketbalclub Aquila uit Wildervank mocht afgelopen weekend 50 kaarsjes uitblazen. Daarom kwam Donar, de basketbalclub uit Groningen, op visite en speelde een oefenwedstrijd tegen het Engelse Leicester in een overvolle Wildervankhal. Basketbalvereniging Aquila is jarig en viert haar 50-jarig jubileum met een wedstrijd van basketbalclub Donar. Dit is niet de eerste keer dat de professionele basketbalclub in Wildervank was. Volgens mij is het de 12e of 13e keer dat ze hier komen. Ze doen we eigenlijk bijna ieder jaar. Het was dit jaar natuurlijk even spannend, of het zou lukken. Maar het is weer gelukt en ze spelen hier gewoon een eerste pot van het nieuwe seizoen. Voor de voorzitter is het erg belangrijk dat de club bij hun op bezoek komt voor een wedstrijd. Het is een topclub in het noorden. Dat is gewoon heel erg mooi. Het is een chemie die je met z'n tweeën hebt. En het blijft gewoon heel bijzonder. In dit geval ook dat je oudspelers van je eigen club in een topclub op je eigen vloer ziet spelen. Kjeld Zuidema is een van onze oudspelers. Ja, die speelt nu hier. Dus dat is leuk. En het is voor onze jeugd gewoon heel erg mooi om te zien dat je...
je dus heel hard je best doet, je wel zo'n niveau kan halen. De basketbalwedstrijd van Donau is niet het enige wat georganiseerd wordt voor het jubileum van de sportclub. Inderdaad, we staan dit jaar 50 jaar. Dat trappen we dit weekend af. Dit is de eerste evenement. En morgen hebben we een evenement voor onze spelers en onze leden de hele dag. Binnen een andere sporthal in Veendam gaan we overdag een evenement neerzetten. Dan hebben ze een glow-in-the-dark evenement. Dus als het pikken donker gaan ze glow-in-the-dark basketballen. En morgenavond hebben we hier in de zaal een feest. Dan is de halve zaal gevuld en dan is het eigenlijk gewoon een groot muziekfeest. Vooraf aan de wedstrijd wist de voorzitter van Aquila niet of Donau kans maakte om te winnen. Vanavond, ik durf mijn geld er niet op in te zetten. Ze hebben wel heel veel getraind de afgelopen periode. Hun Amerikanen mogen nog allemaal niet spelen. Ze hebben één geblesseerde speler. Ik verwacht echt leuk basketbal. Maar of ze gaan winnen, heel spannend. You have two. Afgelopen zaterdag organiseerde VEB 98 een beachvolleybaltoernooi op het plein in Borger. De Weco en Vos brachten dat weekend ruim 200 kuub zand naar het dorpsplein. Het Borgerkerkplein werd omgetoverd tot een zinderende zandarena waar dames, heren en mixteams elkaar uitdaagden voor een enerverend beachvolleybalspektakel. De organisatie noemde het evenement een groot succes en kijkt nu al uit naar de volgende editie. Afgelopen weekend werd er op het MEC-terrein wedstrijden gereden bij het evenement 50cc Classic Grasbaan. Enkele stappen terug in de tijd dus in Stadskanaal. In de jaren 60, 70 en 80 waren grasbaanraces erg populair in Nederland. Afgelopen zondag werd de geschiedenis naar het heden gebracht, waar zo'n 200 bezoekers van genoten. Organisator Jan Bijshuizen kijkt terug op een succesvol evenement. En dan eindigen we onze uitzending zoals altijd met het weer van deze week. Morgen is er volop zon en wat sluierbewolking. Met een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen wordt het zomers warm met 25 tot 28 graden. In de avond en nacht zijn er opklaringen, nevel en mist en de temperatuur daalt naar zo'n 14 tot 16 graden. De rest van de week zal er ongeveer hetzelfde uitzien als morgen met temperaturen tussen de 27 en 29 graden overdag en minimumtemperaturen rond de 16 à 17 graden. Dit was 1 op maandag voor deze week. Kijk voor meer nieuws op onze website rtv1.nl. Volg ons ook via Facebook en Instagram. En heeft u zelf nieuws, stuur dan een berichtje naar redactie@rtv1.nl. Aanstaande vrijdag zijn we weer met 1 op vrijdag en volgende week maandag weer met 1 op maandag. Voor nu nog een hele fijne avond.